bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. En ik ben ziek. Voor de tweede keer al in deze vlogmas. Ik denk ook dat ik een griepprik ga halen. Want ik word gewoon zo vaak ziek. Ik weet niet of het komt doordat ik een slechte weerstand heb. Of waar het door komt. Maar ik ben in ieder geval heel vaak ziek. Ik heb echt super last van mijn ribben. En ik heb heel erg pijn op mijn slapen. En achter mijn ogen heb ik ook heel erg pijn. Maar gelukkig is Sander wel weer thuis. Dat is heel fijn. En ik ga wel zo naar de dokter. Ik ben eigenlijk niet zo van naar de dokter gaan. Maar ik had nu wel zoiets van oké, misschien. Ik denk zelfs dat ik misschien nierbekontsteking heb. Dat heb ik 1 keer eerder in mijn leven gehad. Dus dat ga ik even laten testen. En ja, hopelijk kan ik iets van antibiotica krijgen. Dus ik lig nu op bed en Sander heeft eten gebracht. En dat ziet er zo uit. Dus ik heb nog niet gegeten vandaag. Dus ik ga kijken of dit goed gaat vallen. Ik denk dat ik niet dacht this far into the future. And Dad, are you just gonna keep selling houses? I mean, I don't want to blow your mind here, but you could still be a magician. I could, yeah. Olivia heeft lekker de kerstpyjamaatje aan. Het staat haar zo lief. Het is geen onesie voor degene die het vraagt. Oh, kijk, het is 2 pakjes zijn het. En die van mij is van Happy Henna's, maar die is dus uitverkocht, hoor ik van heel veel. Ik zal nog even online zoeken en mocht ik iets kunnen vinden, vergelijkbaar, dan post ik dat hieronder. En ik hoorde dat ze bij de HEMA ook dit soort dingen hadden. Dus dan weten jullie dat. Dus ja, dan houdt het allemaal op. Noor is ziek, man. Die ligt in bed. Maar nu even niet, want ik heb haar... ik heb haar uit bed gelokt met chocola. Ik had chocola gekocht in Chicago. Dit is trouwens Noor. Zeg maar even hallo tegen alle volgers. Hallo. Ja, ze is echt ziek. We zijn gisteren naar de dokter geweest. En basically doet ze te veel en moet ze even rust hebben. Dus daar moeten we even met z'n allen voor zorgen. Hé, hey, maar wil je de chocolate challenge doen of niet? Oh ja, Kay en Diego die zijn ook allebei ziek. En nog een ander meisje ook. Ja, maar het heerst toch ook? Ja, echt zielig. Kay zou vandaag naar Disney gaan, maar die is thuis. En Diego is zelf ziek. Dat is echt super annoying. Ja. En voor Kay is natuurlijk ook dat ze zwanger is. Ja. Die zei ook tegen mij, je moet Olly een dag proberen geen kusjes te geven. Nee, maar Olly is zelf ook al een week snotterig en op en af. Oké. Deze chocola heb ik gekregen van Sander. Ziet er wel leuk uit. Het heet Bob Cheese Caramel Toffee. Oké, luister, die chick die dit gemaakt heeft, die noemt het dus Vosges. Vosges. En die heeft gewerkt bij alle grootste sterrenrestaurants van de wereld. Alles wat jij doet zit een verhaal bij. Nee, maar het is toch bizar? Ja, maar ik ga toch geen shit kopen als er geen verhaal bij zit? Ja, dan heb ik er gewoon geen zin in, weet je wel. Ik bedoel, ja, ik kan wel een of andere fucking halve garen Nestlé reep kopen, maar wat de fuck heb ik daar nou aan? Ik wil gewoon een verhaal. Ik weet alleen niet hoe het open gaat. Ik vind het wel een beetje extraordinary hoe dit verpakt is. Ik heb letterlijk geen kracht van de griep. Ik krijg dit absoluut... Oh. Niet open, oh, het zit in zo'n zak. In wat voor zak? Zeg maar, ik dacht dat het in verpakkingen zou zitten. Zal ik het als eerst proeven? Aha. Dat is wel heel lekker. Okay. Misschien dat je dat weet, maar ik ga het ook proeven, ja. Dat is echt heel hard. Nee, het is heel zacht van binnen. Oh ja, mag ik op zeggen? Mm-hmm. Dan wil je mij filmen. Mm. We gaan naar Jamaica, want mijn broer gaat in Jamaica trouwen in februari. Dus we hebben net onze vlucht geboekt. En ik heb eindelijk een resort gevonden, wat ik heel leuk vind. Oké, laten we ons nou op laten sluiten voor 6 maanden. Nee, dat wilde ik aan je laten zien. Of jij het leuk vond. Ja, top. Gaan we zo kijken. Hey, serieus, het is echt super lekker dit. Maar ik heb nergens echt zin in. Normaal zou ik hier wel meer van eten, maar... Misschien moet je het dan gewoon niet opeten. Nee. Ik ken toevallig wel iemand die het wel lekker vindt. Oh, die thee is heet, zeg. Maar deze is ook leuk. Dit heet een library. Dus er zijn dan boekjes, whatever. Kan je het zien? Oké, check it out. Dit is
had vandaag een afspraak om 11 uur. Die was er gewoon gekomen. Want je had je niet afgezet? Nee. Ik dacht ook, dat doe ik vanochtend wel. Maar toen werd ik wakker om 12 uur. Toen had ze mij al vaak gebeld. Waar was ze gekomen? Naar de plantage. Nee. Ja. Woman. Stom, hè? Ja, you're horrible. Jij hebt mij laten liggen. Ja, oké, maar dat was nodig. Je bent toch zo van... Oké. Luister, ik ga even die smaken voorlezen. Ik ga naar bed. Doei. Dus basically, dit is super dark coconut ash met banana. Dit lijkt me dus echt niet lekker. Dit is pomegranate met goji. Goji? Ja, goji. Zo vies is dat. Zo van die... Oh, dan heb je eentje, die is voor Monica, want die heet namelijk Moe's Dark Bar. Of is het Moe's, als in Moe's? Moe's wel in Disney. Is die in Disney? Kon die wegkomen dan hier? Ja. Met de trein? Ja. Dan is er eentje die heet Barcelona. En dat is Hickory Smoked Almonds met Spanish Cardi's Sea Salt. Ik denk dat mensen ook allemaal verzinnen om zeg maar... Ik mis alleen een beetje. Dat is grappig, want ik zat daar net aan te denken dat ik alleen mis. Normaal gesproken zijn we ook vaak in LA rond deze tijd. Voor je gaan? In januari alsnog? Nou, ik ben met een show bezig met Kobe. Dus dat zou wel heel tof zijn, ja. Dus dat die Amber, waarbij die Airbnb huurde, die had mij gemaild dat haar huis wel beschikbaar was ook. Oh, wat tof. Oh, dat vind ik wel heel tof. Maar dan wil ik wel met Bibi ook. Dus dan zouden we, dan zouden jullie in principe, dan zou ik van New York naar, ik doe Oud en Nieuw ben ik in New York. En ik vind echt dat ik dood ben. Zij is dan in Amsterdam. Dat is ook een beetje sad eigenlijk, hè? Ja, maar ik vind New York met een baby. Daar had ik het met Max Bloods ook nog over. Dat het niet leuk was. Daar heeft een baby echt niks aan. Oud en Nieuw. Het is ook zo druk in New York met Oud en Nieuw. Ja, is ook. Het is niet leuk voor een baby. Nee, oké, maar ik bedoel, we zitten wel bij je broer. Dat is wel super gezellig. Maar goed, ik ga wel bij je broer zitten. Ja. Mijn broer woont in New York. Superleuk. Dat ga ik wel over vloggen. Over Brooklyn. Anyway. Dit is alweer een hele vlog. 6 minuten. Dit is alweer een hele vlog, man. Okay. Maar in deze vlog ben je ook in Chicago nog. Ja, ben ik ook in Chicago. Waar ik emotioneel word. Echt? Ja, kijk maar. Hey. Moe, dagje Dallas. Ik had een beetje gezeik met mijn ticket. Dus ik moest mijn vlucht veranderen. Maar ik ben nu onderweg naar Chicago. En ik laat jullie daar vandaag even zien wat daar zoal te doen is. In ieder geval moet je daar pizza hebben gegeten. De deep dish Chicago pizza. Maar het is natuurlijk ook de geboorteplaats van House Music. En dat leek me wel lachen. Om dat een beetje te gaan uitleggen. En misschien ook... Oké. Snap ik. En dat we gaan naar de club... waar House Music naar vernoemd is. Dat is namelijk de club die heet The Warehouse. En mensen zeiden dan van we gaan naar The Warehouse. En toen is het verbasterd naar dat de DJ die dat draaide, Frankie Knuckles, jammer genoeg niet meer onder ons, die draaide House Music. Als in Warehouse Music. Dus daar komt het vandaan, mocht je daar ooit over nagedacht hebben. Dus dat is misschien tof. En ja, voor de rest, The Windy City. Leuk. Gaan jullie mee? Tot zo. Zo. Ja, ik heb het. Ik heb het gehaald, man. Ik ben in Chicago. Echt fucking ziek. Kijk dan. Chicago is the third largest city in the US or the second? I believe it's the third. It's New York, LA, Chicago. I think. Yeah, well actually I think so too. Yeah, I'm almost positive. And now it's obviously the birthplace from house music. Yeah. House music. Hopefully tomorrow you can bring me to where the warehouse was. I can. Yeah, because I want to show the people in the Netherlands what time do you fly out tomorrow? Yeah. Well, you know what? I think my flight's going to be delayed quite a bit because there's a lot of snow in Amsterdam. Okay, cool. So I'll monitor it, but if it's on time, it's gonna be at 4:30. Okay, perfect. But I'm assuming it's gonna be a little later. Yes. Anyway, dus Chicago. Ik ben mijn stem een beetje verloren. Het was gisteravond best wel een klein feestje in Dallas. Zoals jullie misschien gezien hebben. Heerlijk, die barbecue. Oh man, ik heb hem nog steeds in mijn mond. Het was zo lekker.
Maar nu dus de show in Chicago. Vanavond laat draaien. Om 2:00. En dan morgen hoop ik dat ik dat aan jullie kan laten zien. Maar die skyline, jongen, die is zo ziek. Ik ga eventjes dat laten zien. Bizar. Chicago is zo'n bizar grote stad. Echt zo tof. Mee. Cool. Ik ben in mijn hotelkamer. Ik ben moe, man. En ik ben mijn stem wat kwijtraken. Echt super irritant. Ik haat dat als dat gebeurt. Maar goed. Ik denk dat ik even ga slapen. En dan... DJ. Oké, dus basically ben ik in Chicago. En Chicago is de... birthplace van house music. It's on the left. 206. Yeah, there it is. So I'm gonna go outside and I'll see you in 2 minutes. See you in a minute, okay? Just basically, is Chicago de geboorteplaats van house music. En dat is eigenlijk een beetje een raar verhaal. Want ja, waarom heet house music nou eigenlijk house music? Want ja, wat betekent dat? Weet je, muziek waar je thuis naar kan luisteren of iets? Maar niets is minder waar. Op 206 South Jefferson, precies waar ik nu sta, was vroeger een nightclub. En die heette The Warehouse. Die opende in de jaren 70. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het echt bizar dat ik hier nu sta. Ik ben zelfs, het is echt fucking weird, het is zelfs een beetje emotioneel erover. Omdat ik als kleine jongen in eind jaren 80 best wel besmet ben door, ja, weet je wel, die muziek. En die muziek die kwam hier vandaan, uit deze plek, uit deze club, The Warehouse. Frankie Knuckles draaide hier. En hij draaide zo'n unieke stijl van muziek. Europese underground, een beetje industrial, Tangerine Dream. Nou goed, dat zijn dingen die je misschien wel kennen. En dat mixte hij met zwarte soul en disco. En die stijl en die combinatie van muziek, die was zo bijzonder dat mensen zeiden van ja, dat is typisch warehouse music. Dus weet je wel, ja, een soort, I guess, weet je wel, een soort apocalyptische disco of zo. Met een beetje industriële invloeden. En warehouse werd house, verbasterd. Dus uiteindelijk werd dat house music. En het is heel gestoord dat ik nu dus sta op een plek. Die ervoor gezorgd heeft dat de hele wereld uiteindelijk nu zegt van ja, we luisteren naar house music. Wat ik zeg, ik ben daar een beetje raar emotioneel over. En dat is heel weird, want ik sta hier op een koude straat in Chicago met helemaal niemand om me heen. Er is ook niets wat dat zeg maar laat zien of zo, weet je wel, zeg maar een grote plakkaat of zo van the birthplace of this. Ik moet wel eerlijk zeggen dat toen Frankie Knuckles overleed, die is jammer genoeg een paar jaar geleden overleden. Toen heeft Obama een hele mooie brief naar hem geschreven als bedankje voor wat hij gedaan heeft voor Chicago. En wat hij gedaan heeft voor de muziekcultuur en de cultuur en de Amerikaanse cultuur in het algemeen. En dat was een hele hartverwarmende brief van een man die ook uit Chicago komt. Obama komt hier vandaan. Weet dus wie Frankie Knuckles is. En weet dus ook misschien wel wat de warehouse is. Sterker nog, het zou me niks verbazen als hij hier wel eens een voetje van de vloer heeft gelicht. Alright, Chicago is koud. Ik ga zo meteen lekker naar Noortje en de kids. Ik film eigenlijk nooit de shows. Dat komt omdat het toch een beetje een soort van donkere underground clubs zijn. Waar een hoop mensen dronken en gek doen en weet ik wat. En dan, I don't know, dan ben ik aan het draaien. En dan, ik reis alleen. Ik heb niet echt iemand bij me of zo die dat dan kan filmen. Dus ja, dat vind ik altijd zo awkward om zelf dan zeg maar die camera te pakken. Dus bij deze heb ik dat niet gedaan. Oké, nou dat was mijn kleine... Lesson from Chicago. Hey, ondertussen weer geland in Amsterdam. En snel naar Noortje en de kids. Super veel zin in deze week. Wordt echt heel gezellig en bijna kerstmis. Ga een groot maal in elkaar draaien voor de familie. En wordt spannend. Oké, hoi.